Ja, de start is gevallen. Goede start in het midden van de baan van Cem Boko. En die gaat de leiding nemen. Op de tweede plaats ligt Butcher's Dream. Imponerend paard om te zien. En plaats 3 is voor Broer van Bremen. Een van de medefavorieten. Vierde plaats voor Colonel Newport. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Cem Boko doet dat als eerste. Tweede plaats voor Butcher's Dream. Derde plaats is aan de buitenzijde voor Broer van Bremen. Aan de binnenkant gaat mee Colonel Newport. En daarachter gaat naar plaats 5. Terwijl Broer van Bremen nu iets voor teruggenomen. Naar plaats 5 gaat Bent Ricardo. Bent Ricardo is vandaag goed begonnen. Daarachter volgt Zebra KK. En die wordt gevolgd aan de relingzijde door Anna Deer. Daarachter volgen dan nog twee paarden. Voorlaatste plaats aan de relingzijde. Nee, dat is de twee na laatste plaats voor Belladonna. Voorlaatste ligt Carina WB en laatste Bertoni. Zo gaan de paarden de rechterlijn overzijde alweer door. Zijn ze de linkerbocht al ingedraaid met aan de leiding Cem Boko. Cem Boko, daarachteraan is vandaag gekomen Butcher's Dream. Die plaatst een tussenaanval. Butcher's Dream gaat nu ook weer terug. En daarachter op plaats 3 volgt aan de relingzijde Colonel Newport. Butcher's Dream gaat ook weer terug naar de reling. En zal ongetwijfeld weer naar buiten gaan als Broer van Bremen komt. Broer van Bremen ligt in de wachtkamer. En die wil Butcher's Dream wel graag opsluiten. Maar dat laat Jeffrey Miras niet gebeuren. Hij gaat weer terug naar buiten. En gaat weer in het spoor naast de leider. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. Met Cem Boko aan de leiding. Cem Boko voor Butcher's Dream. Daarachter Colonel Newport krijgt een koers op maat. Daarachter geldt hetzelfde voor Broer van Bremen. Dan Bent Ricardo, dan Zebra KK. Die wordt gevolgd aan de relingzijde door Anna Deer. Dan Belladonna die heel makkelijk meetrekt. En daarachter is het Carina WB voor Bertoni. Zo hebben de paarden nog 900 meter te gaan met nog altijd dezelfde leider. En dat is Cem Boko. Die loopt vandaag voor het eerst voor Dion Tesselaar. Tweede plaats daarachter Colonel Newport. En aan de buitenkant Butcher's Dream. Krijgt geen makkelijke koers. Daarachter aan de relingzijde volgt Bent Ricardo. En aan de buitenkant daarnaast Broer van Bremen. Zebra KK lijkt wel wat over te hebben. Maar Kurt Roegers wacht nog even met de aanval. Maar nu niet meer. Dan gaat hij naar het derde spoor. Zebra KK naar het derde spoor. Maar dan gaat ook Broer van Bremen naar het derde spoor. Broer van Bremen schuift ook op. En nu gaat ook voluit Butcher's Dream in het tweede spoor. Maar het gebeurt nog allemaal achter de rug van Dion Tesselaar. De man die in Duitsland ook het Kurt Hoormann Memorial won. Dat deed hij afgelopen woensdag. Hij heeft zijn paarden in vorm. Hij ligt vooraan met Cem Boko en hij gaat als eerste de laatste bocht in. Cem Boko leidt op de tweede plaats Butcher's Dream. Binnendoor gaat naar voren Bent Ricardo. En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de laatste bocht. En Bent Ricardo aan de relingzijde gaat heel sterk. Leiding is aan de handen nog altijd van Cem Boko. Bent Ricardo komt er nu uit. Helemaal uit de start van het veld komt nu Belladonna naar voren. En Zebra KK komt er ook aan. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Cem Boko leidt nog altijd. Cem Boko aan de buitenzijde daarnaast Bent Ricardo. Daar komt ook ruimte voor Carina WB. Allemaal outsiders vooraan. Bent Ricardo in het midden van de baan probeert het nu. Komt er bijna langs, maar net niet helemaal. En nu is hij er wel langs. Bent Ricardo wint het waarschijnlijk met een neusje. Het scheelt heel weinig. Cem Boko of Bent Ricardo. Dan Carina WB. En vierde is Belladonna.